eindelijk weer frisse lucht. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering hebben we een blauw monster verslagen. Hebben we gezien hoe dat Zelda en Leroy een hekel hebben aan mij. En gaan we dus zeg maar eerst heel eventjes op zoek naar de foto van de Chocograph. Goed, we hebben hier... Volgens mij een nieuwe vijand sowieso, dus ik hoef het er niet uit te knippen. Maar we hebben hier dus zeg maar een zandstorm wat later heel erg belangrijk is. Maar daar willen we dus omheen lopen. En oeh, zie jij er niet eventjes creepy uit. Ik bedoel, serieus, als je een gasteken zou komen met twee hakbijlen in zijn handen, zou jij dan eventjes denken van, laat ik daar nou eens eventjes gezellig een kopje koffie mee gaan drinken. Oké, nou we hebben dus nou een trance gaande van Evier. En Evier die heeft dan de ability om koek te doen. Koek wil zeggen, op het moment dat een vijand zeg maar, genoeg verzwakt is. Tot koek zeg maar ervoor zorgt dat je makkelijker de eat ability kan gebruiken. Waardoor dat jij dus makkelijk zeg maar een vijand zeg maar een ability ervan zou kunnen leren. In dit geval, niks, want we hebben waarschijnlijk zijn ability al geleerd. Volgens mij leerde hij je van hem vanish, maar dat weet ik niet zeker, dus... Maar goed, dat doet Cook, dus hebben we dat ook weer gezien. En eindelijk hebben we Bandit geleerd. Dat wil dus zeggen dat we eindelijk een nieuw zwaard voor mij kunnen in... Ja, ik zeg gewoon mij, want ja, Zeepie, dat ben ik. Maar ja, tot we dus eindelijk zeg maar een nieuw zwaard kunnen equippen voor Zeepie. En dat wordt dan automatisch in plaats van de Ogre, die dus zeg maar 3 attack meer geeft, de Butterfly Sword. En die geeft ons ook nog eens een keer What's That? Wat dus zeg maar een speciale aanval is die hij kan doen tijdens Battlefield. Die heb ik niet gebruikt, omdat normaal gesproken gebruik ik ze niet meer. Ik zal sowieso ze een keertje voor de grap laten zien. Aangezien dat ik ze nog niet echt gebruikt heb. Dus, maar goed, weet je dat. Ik denk dat ik dat gewoon bij deze doe. Bij zandcrabs. Serieus, ze zien er nogal creepy uit. Ik moet zeggen, ik vind de Butterfly Sword vind ik wel een van de mooie zwaarden die ertussen zit. Oké, nou, sowieso als we kunnen zien, Wilma B heeft ook speciale aanvallen die ze kan leren. Op dit moment niet, maar laten we eerst eens eventjes, detect hebben we toevallig gedaan. Dus laten we eens kijken wat dat doet. Oké, ik wil heel eventjes dat jij, doe me nog maar een keer Blizzard en dan doe jij even je Eat aanval. Blijf leven! Oké, doe maar wel. Oké, we doen What's That. En dat zorgt voor een back aanval. Waardoor dat ze dus zeg maar de andere kant op kijken. Waardoor dat we dus makkelijker kunnen raken. En tot hun aanvalbalkje dus op dit moment heel erg leeg is. Dat is wat het doet. Ik gebruik het niet omdat het is eigenlijk een waste of turn als je het mij vraagt. En oké, we moeten hem nog een keer aanvallen. Poison ka... Ouchies! Oké, Phoenix down. Waar gaat die high potion nou naartoe? Oké, dat is een verspeelde high potion. Dankjewel. Oh, ik heb daar zo'n hekel aan, hè. Oké, we gaan kopperen. Nou zou ik die high potion wel goed kunnen gebruiken. Oh boy. We gebruiken nou een Phoenix Down. Dus ik hoop dat de andere Sand Scorpion nog genoeg HP heeft. En dat we dan iets kunnen gebruiken. Dus ik ga het nog een keer proberen. High potion. Damn! Ik word hier geboond door schorpioenen en weer op mij. Oh, serieus, dit is maar eentje. Oké, nou. Oh boy, Fyra, op wie? Volgens mij was dat de Towler. Nou, weet je waar, we gaan gewoon potions op ons eigen grond gebruiken. Jij gaat de potion gebruiken op Evier. Evie, je moet echt gewoon proberen te eat te gebruiken nou, want volgens mij kunnen we wel iets van hun leren, maar dat weet ik niet zeker, dus... Oké, here we go. Jij doet te veel schade, dus doe maar even een keer steel. Nee, nog steeds niet. Geen poison counter, nee! Nou, we hebben weer een gratis oor. Seriously? Daarom vind ik... Dat maakt het zo moeilijk zeg maar, om die aanvallen te leren. Dus... Oké, nou, slow is geleerd in ieder geval. Dat is alvast een heel...
pluspunt. En een annoyment hebben we gratis gekregen, omdat we gaan er waarschijnlijk nou problemen mee krijgen tot we dus annoyment nodig gaan hebben. Maar wat dus zeg maar heel erg belangrijk is, is ja, tot we dus zeg maar de nieuwe vijanden ook gebruiken om daar dus zeg maar de Eat Ability op te gebruiken. En ik ben oh zo blij dat we dus zeg maar nieuwe potions gekocht hebben, want die gaan we dus heel erg hard nodig hebben, omdat we hebben hier geen healer. Jij kan trouwens nog een potion, neem er nog één. Oké, nou, laten we eens eventjes kijken of we naar die Chocobo Footprints kunnen gaan, want die zit dus zeg maar hierachter. En aan de manier waarop dat zeg maar deze berg hier al staat, kun je al eigenlijk zien dat dat die locatie is. Dus, ja. Ook heel eventjes leuk om te zien. De nieuwe aanval van de Towler. Blizzara, een hatchet. Oké, dat ziet er eigenlijk best wel creepy uit. Hier komt Blizzara. Dat is dus een sterkere variant van Blizzard. En die doet behoorlijk veel schade. En killt allebei die gasten in één hit. Kost ook veel meer magie om te gebruiken, maar het is dus een stuk sterker. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje de eerste 1000 mark is die we nou hebben gehaald. Maar ja, omdat het gesplit was in twee, hebben we dus nog niet oorspronkelijk de 1000 mark gehaald. Dus heb ik zoiets van, nee, hij telt niet. Flauw, hè? Oké, okay, nou, wat we willen doen is, we willen hier achterlopen. Jongens, kom op! En als we dus hier achterlopen, dan moeten we dus even gaan kijken of we dus de voetsporen kunnen zien van de Chocobo. Die liggen toevallig hier. Geen... Oké, okay, gelukkig. Ik was al bang dat er een random encounter weer zou komen. Daar willen we dus zeg maar weer de Geisaal Green voor gebruiken. Kweeg! Gaan we weer. Want de hint was namelijk van, you know how to call a Chocobo. Nou, die hint die hebben ze zeg maar daar neergeplaatst om ervoor te zorgen dat je dus zeg maar hier Chocobo kan roepen. En dus hier onze treasure kan vinden. Dus je ziet hier weer hetzelfde als wat we dus zeg maar bij die minigame hadden, qua vraagteken. Maar hier is het gelukkig een stuk makkelijker. We vinden hier een treasure chest, maar dit is niet je typical treasure chest. Want hier komt rare rook en daar worden we slaperig van. Wow, space. Oh kijk, het is King Kai's planeetje. Nee, het is Chocobo's Dream World. Diegenen die zoeken naar een thuis en naar landgenoten. Jij zoekt een rustig leven met andere chocobo's. Heb ik gelijk? Oh, reiziger, wij wachten tot je terug zal keren. Choco, je hebt nu de kracht om rivieren over te kunnen steken. Je kunt alleen maar de rivieren door via een strand. De weg is lang, maar je hebt de eerste stap genomen. Oké, doei! Dus in plaats van een gele kwee hebben we nou een lichtblauwe kwee. Kwee. Dus zoals je ziet, Choco die is nou dus zeg maar op het moment blauw. En dat kan dus, dat betekent dus dat we dus door kleine wateren heen kunnen gaan. Nou is het een beetje moeilijk om te zien tot hoeverre dat je kunt. Want je hebt hier een kleine verkleuring zeg maar in de map. Je ziet dus zeg maar donker water, donkerblauw water en lichtblauw water. Door het lichtblauwe water kunnen we nou dus lopen en door het donkere water nog niet. Nou, dit wil dus zeg maar zorgen op het moment dat wij dus de Chocograph menu weer openen. Dan zien we dus zeg maar al die andere, deze die we dus hier hadden. De Faraway Lagoon, de Bird Eye Lagoon en de Small Beach. Dat dat zeg maar de plekken zijn waar we dus eigenlijk dus ja, niet naartoe konden, maar nu dus wel. There's nothing there, but it's my favorite place. Als ik me niet vergis is deze wel hier. There are so many smiling. Dit is om de Mist Continent, dus die zouden we ook eventueel weer te pakken kunnen krijgen. Dus ik denk dat we deze wel kunnen vinden nou, dat weet ik niet zeker. Dus we gaan gewoon even kijken. Want hier hebben we de beach waar we dus zeg maar vandaan zijn gekomen. Maar er zijn heel erg veel kleine eilandjes waar we dus zeg maar om de Mist Continent heen kunnen gaan. Dus, maar ik weet niet zeker of we daar nou op dit moment al naartoe kunnen gaan. Dus, dat is namelijk de vraag. En ik denk dat we alleen maar hier kunnen. En die andere, dat is een small beach met ook heel veel kleine eilandjes. Dus ik denk eigenlijk dat dat een beetje op de westenkant is.
Op het moment kunnen we daar helaas niet naartoe. Maar we kunnen dus zeg maar nou ook weer nieuwe chocoplekjes vinden. Wat natuurlijk weer heel erg handig is. En mijn timer die staat niet aan. Maar deze zandstorm, daar kunnen we op het moment nog heel weinig mee doen. Dus we lopen gelijk heel eventjes door. En hier komen we dus zeg maar aan bij Bermusia. Het ziet er nogal duister uit, maar goed. Laten we onze Choco met rust laten. Geen vijanden tegengekomen, gelukkig. Hoe ver is iedereen geheeld? Towler die mag nog wel een potion erbij hebben. Ik kan nog wel een potion gebruiken. Wilma kan nog wel een potion gebruiken. En Erwier, die staat er goed bij. Oké, laten we naar Bermusia gaan. Dus dit is waar Wilma woont. Serieus, wat doe je nou? Kom hier. Het is... Het is 5 jaar geleden. Ik ben zo lang weg geweest. Er is geen nacht voorbij gegaan totdat ik niet droomde over naar huis te gaan. Ik kan niet geloven dat ik hier ben. Ik ben niet meer de zelfingenomen kind dat ik vroeger was. De tijd is gekomen om mijn koninkrijk te bedienen als een Bermusia drakenridder, Dragon Knight. Weer! Ik kan doen wat ik doe om te helpen. Ik ook! Ik help ook. Laten we gaan! Bermusia, Realm of Eternal Rain. Oftewel, dit is eigenlijk een dorp waar het altijd regent. Wat kan ik doen voor mijn koninkrijk? Dat zullen we zien. Dit is niet de tijd. Precies. Gewoon doorlopen. Hop, hop. Maar hier regent het dus altijd. En daar staat dus zeg maar dit dorpje onbekend. Het enigste nadeel is, we zien het dorpje helemaal in puin. En overal liggen dus zeg maar soldaten die gevallen zijn. En ik denk zelfs ook nog bewoners, maar laten we dat maar niet hopen. Nou, op het moment, hier ligt niet echt veel. Maar we komen ook weer nieuwe vijanden tegen. En nou hoop ik hier een drakensoort beest tegen te komen. Oh, gelukkig, we komen gelijk tegen. Want dit drakenbeest is namelijk een van de beesten die we zeker willen gebruiken voor Erwier. Of ja, die Erwier zeker een keertje moet proeven. Ik bedoel, serieus, drakenstaart is een delicatesse. Alleen dit beest is enorm gevaarlijk, want het kan gevaarlijke aanvallen doen zoals hij daar nou net doet. Flame is een van die gevaarlijke aanvallen, die doet een enorme schade. Die doet echt iedereen meer dan 150 schade. Dus daar willen we vooruit kijken. Gelijk even een potion op Erwier, want die moet gaan eten. Geloof me, de Erwin die moet dit doen. Angel Snack. Nice, we hebben hem geleerd. Angel Snack zorgt ervoor namelijk dat je een Remedy gebruikt op iedere speler. Remedy is een van de beste healing items voor status effects. Die dus zeg maar verschillende status effects kan laten verdwijnen. Daardoor is Remedy een van de handigste dingen. En je hebt wel van die vijanden die geven zo'n enorme status effecten dat je daar gewoon niet vrolijk van wordt. En ja, dan is dus zeg maar als je Angel Snack hebt best wel eigenlijk handig. Dus die willen we zeker leren en die hebben we nou geleerd. Dus ik ben een blij konijntje. Oh god. Hun zijn het weer. Och, we kunnen ook ergens niet meer rust laten, of wel? Black Mages! Oh nee. Moord. Niet meer van die Towler lookalikes. Serieus, de Towler is veel meer awesome, veel sterker en is veel... beterder dan jullie. Dat wil niet moe worden van hunzelf. Oké, dus dit is weer een verplichte battle met Black Mages. Net hebben we type A gehad. En als we dus hier komen en kijken, dan zien we dat we hier weer type A hebben. Ik dacht eigenlijk dat het dat type B zou zijn, maar helaas heb ik me dus vergift. Oké, nou, het maakt niet uit. Blizzard er bovenop. Gewoon laten zien wie de baas is. En ik ga in trance. Die wou ik eigenlijk bewaren, want ik heb nou net gezegd van... hey Towler, doe de guy eens even Blizzard. En dat killt ze allebei. Dat vind ik het enigste nadeel van Final Fantasy 9, hoe het transsysteem is gegaan. Ik bedoel, bij alle andere Final Fantasies die ik gespeeld heb, heb je dus zeg maar dat je de trans kan die kun je bewaren. Op het moment dat jouw balkje vol is, kun je hem zelf selecteren wanneer dat je hem wil gebruiken. In de Final Fantasy 9 gebruik je hem automatisch, waardoor dat je hem eigenlijk dus heel erg vaak zult missen. Daar baal ik heel erg van. De generaal zal je hiervoor straffen! Ja, heel erg eng is de generaal wanneer dat ze boos wordt. Ja, heel erg spannend. Ga dan maar weg. Oh, kijk hier nou. Hier liggen gewoon burgers. Dat is brutaal.
Maar goed, hier komen we dus weer nieuwe vijanden tegen. Deze beesten zijn zeker irritant. Deze beesten, wat ze kunnen doen is... die houden nogal zeg maar van een petrify aanval. Die jou dus zal verstenen als je niet voorzichtig genoeg bent. Ah, hier doet hij hem toevallig. Great Wall Petrify. Dan komt er dus zeg maar een counter boven je hoofd van 10 seconden. Of 10 beurten moet ik zeggen. Niet 10 seconden, maar 10 beurten. En op het moment dat hij dus op 0 komt, zou jouw karakter versteend zijn. Dit is niet prettig, dit is zelfs gevaarlijk. Oké, hij kan niet... Oh boy. Ja, nou is het afgelopen. Maakt niet uit. Nou, normaal gesproken, ik zou zeggen dat je er niet bang voor hoeft te zijn. Aangezien dat deze beesten makkelijk te verslaan zijn. En dat je echt niet zo lang nodig hebt om die beesten te verslaan. Mocht je proberen een eat, maar ja, één klap. Één goede klap en dan eat zal op zich eigenlijk al voldoende moeten zijn. Goed, laten we even verder onderzoeken. We hebben hier een kistje. Met soft. Soft is zeg maar de item die je nodig hebt om dus zeg maar om versteen tegen te gaan. Gratis potion, dat is altijd handig. Ligt hier nog iets? Nee. Oké, nou. Zoals je dus zeg maar kan zien hier naar boven, dat kunnen we niet. Omdat daar zit een groot gapend gat. Maar daar kunnen we later nog naartoe. Dus Oké, dan gaan we eerst eventjes hier. Oh. En we hebben Magic Hammer geleerd. Dat zorgt ervoor dat MP dus zeg maar weggaat bij vijanden. Hartstikke handig. Silla zeker op mij, niet op mij, maar op de touwen gebruikt. Waardoor dat de touwen nou dus zeg maar weinig MP overgeeft waar ik gruwelijk van baal. Want dat betekent dus dat ik weer een eater moet gebruiken op onze touwen. En eaters hebben we niet zoveel en daar moeten we eigenlijk heel erg zuinig voor zijn. Om niet te veel eaters te verbrassen. Goed, laten we hier maar gelijk even deze deur doorlopen. En dan komen we dus zeg maar hierachter, tot er weer heel veel kistjes te vinden zijn. We hebben weer wat soft gevonden, hartstikke leuk. Nou ja, soft hebben we op dit moment nog niet echt veel nodig, maar... Oeh, nepkistje! Oftewel, hetzelfde als in Terraria, nepkistjes heten Mimics! Mimics zijn zeer irritant in dit spel, aangezien dat ze dus zeg maar constant zo'n beest oproepen die we net hebben moeten verslaan. Nou zien we ze nog eens een keer in het goed. We hebben ze eigenlijk al gezien, dit is een beetje een sterkere variant. Dit zijn die beesten zeg maar, die kunnen dus stelen, zoals dat die net gedaan heeft. En daar ben ik hier liefhebber van. Dus, maar een mimic die, ja, is eigenlijk dus zeg maar een nepkistje. En in tegenstelling van Terraria, hier zijn ze nogal heel erg vervelend. Daar wordt poison op mij gedaan, dus nu heb ik poison damage. Dus elke beurt neem ik schade. Waar ik niet heel blij mee ben. Oh, nee, hè. Kunnen we die Mimic even uitschakelen? Dank je. Nou, het heeft eigenlijk weinig nut om... Oké, there we go. Mooi. Nou, poison kunnen we dus zeg maar weghalen met antidote. Maar aangezien dat het op het einde van het gevecht al automatisch weggaat, heb ik zoiets van... Laten we die antidote bewaren en zoveel schade hebben we er gelukkig niet mee opgenomen. Dus, nou, we krijgen 2 eaters van die Mimics. Dus op zich zijn Mimics wel handig om te verslaan. Maar geven ze niet zulke awesome items zeg maar als wat we in Terraria hebben gezien. Nou, als we hier dus zeg maar naartoe lopen, de eerste ruimte waar je dus zeg maar naartoe wil gaan, dat is hier. En dan wil je rustig overheen lopen, dus don't rush it. Hier wil je rustig naartoe lopen. Oh, Gemini's Boots. Eens even kijken, kunnen we iets equippen weer? Nou, die hebben we eigenlijk al geëquipt. Is dat een upgrade voor jou? Niet echt. Jij hebt hem ook al. Is dat een upgrade voor jou? Nee. Oké, nou dan laten we die maar gewoon zo zitten. Want als je namelijk overheen rent, dan valt dat plateautje naar die kant, daar naar de onderzijde, waar we dus echt net waren. En die wil ik eigenlijk toch wel heel eventjes pakken. Dus ik zie jullie bij die brug. Oké, nadat we dus zeg maar hier dat bruggetje hebben gemaakt, kunnen we dus zeg maar nou hier over. En dan zien we gelijk dat dat een mimic is. Ik dacht dat dat een echt kistje was, maar helaas is het een mimic. Toch weer 1 eater ervan gekregen. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Want ja, het nadeel van mimics is... ze spannen dus zeg maar niet als random encounters. Maar ja, we kunnen nou dus door deze deur heen. Hè? En dan kunnen we dus zeg maar hier vinden... tot hier dus zeg maar een heleboel puin op is. Ik zeg serieus, komen ze niet gewoon even de boel heel laat of zo? Nou, er is hier niet echt veel te vinden. Maar we kunnen dus wel uit het balkon gaan... en dus overspringen naar het andere raampje. Waar dus zeg maar die clowns net uithingen. Oké, nou, dan kunnen we hier eindelijk een beetje onderzoeken. Kunnen we even kijken wat vinden we hier. Pak de bel bij het bed en ga naar het kasteel. Bescherm de koning, alsjeblieft. Ach, arme gast. Ik vind het zo vervelend.
Oké, dus bij het bed, dan moet dus een bel liggen, maar ik heb eerst een random counter waar ik mee moet dealen. Oké, nou, met dat out of the way, dat waren weer van die versteenbeesten. Ik heb eat gedaan, maar we konden er helaas niks meer van leren. Dus, nou, we willen hier dus eventjes onder het bed kijken en daar vinden we dus zeg maar de bel waar dat onze soldaat het daar over had. Voor de rest is hier nog een eater te vinden, wat altijd handig is. Ik dacht eigenlijk dat er hier niks meer te vinden is, maar volgens mij was het alleen die dingen. Oh, die versteenbeesten die zijn zo irritant. Maar goed, één ding wat ik nog eigenlijk vergeten ben om te vertellen. Op het moment dat al jouw teammembers versteend zullen zijn, wat dus heel erg gevaarlijk zou kunnen zijn, dan is dat ook, dan geldt dat als een game over. Aangezien dat er geen mogelijkheid is, als al jouw teammembers dus zeg maar versteend zijn, om ze dus zeg maar weer te herstellen naar hun oorspronkelijke staat zonder items. Ja, als alle al jouw teammembers dus zeg maar versteend zijn, of ik geloof ook, volgens mij gelden het ook bij Venom, maar dat weet ik niet zeker. Dan is dat dus zeg maar ook een game over en daar willen we dus zeker voor uitkijken. Oké, nou, we willen hier de bel gaan rinkelen weer. Hallo! Nou, maar raden, de bel gaat kapot. Ah, Musia's belsysteem. Volgens mij hadden we een hele goede callcenter, weet ik veel. Hallo! Zepie? Musia Royal. Het koninklijke paleis zit achter deze trap. Het zal wel kapot zijn. In ruïnes, net zoals alles wat ik hier heb gezien. Ik weet niet of ik het kan. Ik weet niet of ik het kan uitstaan om dat zo te zien. Ik weet niet of ik dat aan kan. Ik snap het. Maar we kunnen nu niet terug. We moeten zien wie erachter zit. Hierachter zit. Ik wil ook weten wie deze gasten zijn. En waarom ik op hun lijk. Hier, zie je? De Towler is ook bang. Maar we moeten echt de reality eventjes ondergaan. Ik ben niet bang, ik ben gewoon nieuwsgierig. Kom op, Wilma B. Het zal wel in orde zijn. Towler, weet je zeker wel wat je aan het doen bent? Het antwoord wat je kunt zoeken kan misschien je helemaal veranderen in het leven. En het nog alleen maar erger maken. Ja, maar ik bedoel, ik moet wel. Ik wil weten wie ik ben. Ik ben wel een beetje bang, maar wat als ik nog niet eens een mens ben? Towler, je bent een mens, man, sta je niet aan. Waar hebben jullie het over? Ik ben geen mens. Maar jij bent zeker een mens. Hé, hey, er komt iemand aan. Wie zijn jullie? Zijn jullie samen met de Black Mages? Nee. Je liegt. Er staat een Black Mage achter je. Hé. Ik heb niks gedaan. Ik bedoel, ik zal nooit iemand pijn doen. Alleen maar als ze mij proberen pijn te doen. Leugens. Hij vertelt de waarheid. Wilma B. Het is goed om je te zien dan. Damn! Ik heb je voor jaren niet gezien. Waar ben je geweest? Nou, eigenlijk is dit niet het moment om te praten erover. Ik bedoel, we moeten hier snel wegwezen. Er zijn overal Black Mages over de plek. Waar ben je op aan het wachten? Waar is de koning? Dat weet ik niet. Ik heb hem niet gezien in het kasteel. Nou, ik ga. Dus ik heb mijn eigen familie waar ik me zorgen over moet maken. Wilma, serieus, vergeet de koning en ga hier weg. We zijn geen match voor die Black Mages. Ken je ons nog niet. Ik zal mijn huis beschermen en mijn koning op... Voor wat dan ook dat dan gaat preuren. Kom, we gaan naar het kasteel. Naar het paleis. Kasteel, wat maakt het uit? Laten we gaan. Oké. Nou, als ik me niet vergis, daar naar binnen, daar kunnen we wel iets goeds vinden. Maar volgens mij willen we eerst hier naartoe. Oh, die ligt aan de andere kant. Oké. Moet ik dan... Wat is dit? Push it! Het won't even budge. Nou, dat is vervelend. Kunnen we hier dan naar boven? Nee. Oké, dan moeten we hier wel eerst doorheen, hè? Kom op, schat. We moeten nu gaan. Ik kan niet meer bewegen. Ga zonder mij. Nee, dat kan ik niet. Alsjeblieft, onthoud wat we hebben beloofd, dat we dat allemaal zouden zien. Heet wel, we hebben het beloofd. Oh, hoe kon ik het vergeten? Maar mijn eigen wens is nu dat jij en ons kind het overleeft. Alsjeblieft, zorg ervoor dat het kind goed opgroeit. Zorg ervoor dat hij sterk wordt. Okay. Hey, het is hier te gevaarlijk om hier te blijven. Jullie moeten vluchten naar Limblum.
Ik bedoel, Regent Sith, die zal jullie wel beschermen. Maar mijn man, hij is gewond geraakt door die Black Mages. Hij kan niet bewegen. Hoe kunnen we alsjeblieft naar Lindum komen? Kijk uit! Oh, dat was op het nippertje. Jeez, bedankt. Dankjewel. Wai, Kai, zijn jullie in orde? Ja, we hebben het overleefd, op een of andere manier. Kun je me een hand geven? Ja, natuurlijk. Nogmaals bedankt. Misschien zie ik je nog wel een keer in Limblum. En dan denk ik dat de kinderen ook wel geboren zullen zijn. Je moet zeker langskomen en ze te zien. Ja, ik kijk er naar uit. Nou, pas op hè. Oké, dus nou is alles ongestort hier. En als ik me niet vergis, is hier niet echt veel meer te vinden. Dus ik loop hier al even een rondje. We lopen een rondje. Nee, er is niks meer te vinden. Maar zoals we dus kunnen zien door die enorme knal... Oh, dit is zo zielig! Sta op! Sta op! Sta op! Sta op! Sta op! Oh. Dan moet het ook nog regenen. Echt, dit is te erg om voor woorden gewoon om te zien. Dan vraag ik mij af, ken ik nou nadat het daar is ingestort? Nee, ken ik nog steeds niet naar de kistje toe. Maar wat we wel kunnen doen is, we zouden hier eventueel doorheen kunnen. Maar ik ken nou hier gelijk kijken wat we hier kunnen vinden. Twee kistjes, dat is altijd handig. We vinden een tent. Mochten we dus zeg maar HP nood hebben en MP. Oké, dan kunnen we hier al even... Oké, nou met hier even te verslagen kunnen we nou eindelijk naar de... Verdurie! Nou ja, toch weer een gratis eater. Dus ik denk dat we maar tevreden moeten zijn. Oké, nou kunnen we hier trouwens iets... Oh, we kunnen hier wel in. Oh, dit is al de tweede ruimte. Daar willen we nog niet naartoe. We willen eerst even kijken bij dat middelste punt in het midden. Waar we net langs liepen. Om te kijken of we daar niks nog konden halen. Maar volgens mij was dat alleen maar decoratie. Aangezien dat hier een standbeeld ligt. Dus nee, we kunnen daar niks mee doen. Oké, ik wou het alleen maar wel eventjes checken. Dus we willen inderdaad deze kant op. En dan hier doorheen, hè. En als ik me niet vergis kunnen we hier ook gelijk een nieuw wapen vinden voor Wilma B. Aan deze kant? Nee, hier hebben we de Moogle. Oké. Okay. Oh, jij bent Atla. Atla! We hebben een brief voor jou. We hebben een brief. We hebben een brief. Dankjewel voor het sturen van deze brief. Ik heb gehoord dat Zilliskin jouw kant op is aan het gaan. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Vertel me hoe dat hij is als je hem ontmoet. En kijk of hij aan het reizen is met een kaart en een hele wereld en zo. Misschien heeft hij rare items. Tenminste, dat zegt iedereen. Kupo. Ja, ik heb eigenlijk Zilliskin ook nog nooit ontmoet. Dus ik geef je dit voor de delivery. En we krijgen dus een kippoenet. Ik heb een vraag. Zou je deze willen geven aan Monef? Nou, vooruit dan. Oké, dus we hebben die brief. En we kunnen hier dus zeg maar nieuwe equipment kopen. We kunnen de needle fork halen voor Evier. Dat is dus zeg maar extra attack. Die hebben we al genoeg. Mithril gloves, die wouden we eentje kunnen kopen. Zodat we die gelijk kunnen geven aan Wilma B. Deze hebben we genoeg. Deze hebben we genoeg. Magnus head, die wil ik er eentje bij hebben. Barbet, dat is iets nieuws. Daar wil ik er twee van hebben. Aangezien dat we er dadelijk ook eentje aan Leroy willen geven. Brons vest, die hebben we niet. Maar die wil ik toch even twee kopen. Hier hebben we er twee van. Eentje die hebben we zeg maar in stok. En eentje die heeft Leroy geëquipt. Maar omdat hij niet in ons team zit, kunnen we dat nou op dit moment niet zien. Potions, hier krijgen we dus zeg maar de gewone gebruikelijke zut. Die we allemaal niet nodig hebben. Nou, als we dus zeg maar nou heel eventjes bij ons equipment gaan kijken. Kunnen we dus zien dat een Death Killer... Nee. Hier iets? Nee. Ja, nou kunnen we dus Jelly leren. En Jelly, dat is... Ik geloof dat dat ervoor zorgt dat wij niet versteend kunnen worden. Weet ik niet zeker. Maar die willen we zeker dus zeg maar leren. En ken ik hier nog iets nieuws? Nee. Jij moet de Ice Staff nog steeds hebben. Jij zit daar nog goed mee. Daar zit je nog goed mee. Daar zit je... Wacht, ken jij Jelly? Jij kan ook Jelly leren. Dat is alleen maar handig. Oké, nou dan gaan we heel even kijken. Jelly. En die wil ik eigenlijk ook eigenlijk voor mij equippen. Oh, ik heb antibody nog niet eens. Flea gel, die kan uit. En dan kunnen we Jelly. Een alert, die is eigenlijk ook wel handig. Even kijken, protect girls, die kan dan uit. En dan kunnen wij alert. Dat zorgt ervoor dat we geen back attacks meer krijgen. Oké, nou dan zijn we nou in ieder geval een beetje goed. Dragon killer, ja, je hebt heel veel die je weer kan equippen, maar... Op dit moment hebben we het allemaal niet nodig. Dat is het probleem nou juist. Oké, nou. Maar we hebben dus nou zeg maar met Moogle kunnen praten. En als je dus zeg maar eerst de andere kant hier even ingaat. Dan vind je hier gratis en voor niks een extra speer. Is there anything...
Sorry, we hebben je een rare stem gekregen. Is there anything in here we can use? Nou, zoals je daar al ziet, zie je daar al een wapen. This spear. It's pretty light and easy to use. En we hebben dus de Mithril Spear. Oké dan, laten we wat Black Mages gaan rammen. Kom op, Towler. Je weet dat ik het niet over jou heb. Ja, ik weet het, maar toch. Ik bedoel, je zou ook zo een Red Shell tegen me aan willen schieten. Ja, laat maar zitten trouwens. Towler. We zitten nou in een andere game. Ja, andere dimensie, andere regels. Maar goed, we willen die dus zeg maar gelijk equippen als dat kan. Ja, dat kan. Rise wint. En, oh wacht even, je hebt nog een Barbet. Dragon Killer. Joepie. Nou ja, het is een increase voor onze stats, dus. En vergeet niet de Mithril Growth, die wouden we natuurlijk ook heel eventjes doen. Jij hebt nu Bird Killer geleerd, dus kun je deze ook weer equippen, waardoor dat je stats weer in proef worden. Oké, dat is decent. Dat is allemaal decent. Maar dan vraag ik me eigenlijk één ding af, want normaal gesproken als jij hier naar binnen toe komt... Ik geloof dat jij dan hier nog verder naar achteren moet lopen. En dan vind je dus zeg maar hier een kistje waar een lightning staff in zit. En dan komt dus zeg maar Silskin binnen. Wel, kijk eens wie we hier hebben. Hey gast, wil je iets kopen? Maar ik wil eerst eventjes weten, kunnen wij die... Hebben we Blizzard al geleerd? Nee, die moeten we nog verder leren. Want de lightning die zorgt natuurlijk voor Tundara en zorgt dus voor elektrische dingen. Maar goed, wat hij heeft is, hij heeft een soft voor ons, een high potion en een ether. En die wil hij dus zeg maar verkopen voor 333 gil. Dit is een enorme goede deal, want een ether sowieso, die verkoop je al voor 1000. Dus dit is al sowieso een win-win situatie. High potions die kosten... volgens mij 300. Dus... doen! En dan krijg je dus zeg maar al die stuff. Bedankt. Ik denk dat dit wel me bezighoudt voor nog een week of zo. Dus... Nou, hij is dus flink aan het reizen geweest en we hebben hem dus eindelijk ontmoet. Daar zijn we heel erg blij om. En met dat wil ik eigenlijk deze aflevering afsluiten. Dus in de volgende aflevering gaan we naar het Koninkrijk of gaan we naar het paleis van Bemusia. En dan gaan we kijken wat daar dus allemaal te vinden is. Dus ik hoop jullie er allemaal te zien. Heb je nog vragen of een leukste momentje? Laat het weten natuurlijk in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter voor de moeite als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien. Dan gaan we dus richting het paleis. Bedankt voor het kijken jongens en tot morgen. Doei!